twee ergernissen. Twee ergernissen heb ik. De allereerste is dat ik lees dat er dus weer heel veel zogenaamde leuke coronafeesten opgedoekt moesten worden door de politie. Nou, dan ben je toch ook volkomen verknipt. Dat is het woord. Verknipt. Dat is wat jullie zijn als je nog steeds coronafeesten organiseert. Want wat zeggen de experts nou? Die zeggen, en daar hebben ze dus gelijk in, het wordt nog steeds niet serieus genomen, de ernst van de virus. Nee, dat wordt het ook niet. Nee. En ze zeggen daarbij, als we dat niet serieus nemen, dan worden de maatregelen erger en erger en erger. Ja, dat gaat dan oplopen van avondklok tot echt lockdown. Zoals wij hier hebben gehad in Spanje. Dat je gewoon 9 of 10 weken binnen zit. Daar ga je dan naartoe. En dat doen dan die figuren die zogenaamd nog even leuk een coronafeestje doen. Woep! Hallo! Dat is één ergernis. En de tweede ergernis, dat is wat ik dan weer lees. Zo'n kerk in Barneveld. Een of andere gereformeerde club, of hervormd, of van welke vereniging zou ik zijn. Het is ongelooflijk. Die hebben dus, de kerk heeft in Nederland een uitzonderingspositie. Vanwege wat? Vanwege geloof. En die arme mensen dan die een restaurant hebben, of in de horeca werken, of je hebt een theater, die mogen, die horeca mag helemaal niks, en die andere, daar mag dan maar 30 man komen. En thuis, daar mag je helemaal bijna niemand ontvangen, ik geloof maar 3 of 4 mensen, hooguit, en die mogen dan bij jou thuis komen. En dat mag dan maar 1 keer per dag, ja. Maar als jij dus een geloof hebt, zoals daar in bij die kippenneukers in Barneveld, dan mag ineens alles. Dan mag alles. Ja, dan sta je dus buiten de wet met je geloof. Want ze hadden geloof ik per dienst hadden ze geloof 200 man binnen. Oh, dat mag dan wel. Ja, dus als wij met elkaar, jullie en ik, een geloof verzinnen gewoon. We zetten gewoon ergens een geit op een altaar. Weet je wel, en die aanbidden wij gewoon. Prevel, 1, 2, 3, 4 voor de geit. En we maken ook nog eens een keer met z'n allen gaan we daar lekker geitenkaas zitten vreten. Hé, want dan kom je in de hemel met de geitenkaas en dan zijn al je zonden vergeven. Dan is het oké, want dan hebben wij met elkaar een geloof. En dan staan wij buiten de wetten en zijn wij een uitzondering. Dat is nou eens een hele grote ergernis.